De kans dat een Nederlander opnieuw de Giro d'Italia wint, wordt met de dag groter. Team Sunweb, met daarin de nummer 2 van het klassement, Wilco Kelderman, is in bloedvorm. Hans Ruggeberg is voor ons in Italië. Ja, Hans, Kelderman superieur en vanwege geweldig werk, kunnen we wel zeggen, van zijn team gisteren. Nog maar 15 seconden achterstand op de roze truidrager Almeida. Ja, is Kelderman, denk jij, nu de grote favoriet om de Giro te winnen? Ja, absoluut. We hebben 3 aankomsten bergop gehad. En de eerste 2 keer koos hij de aanval en pakte die secondes. En ja, gisteren was echt een zware slotklim. Hè? Heel snel, lang ook, 15 kilometer bijna. En hoe zijn ploeg inderdaad reed. En hij gewoon eigenlijk vrij makkelijk, zo zag het eruit, zoals het niet natuurlijk, meeging. Ja, dan is hij de topfavoriet. Zeker ook gezien de gevestigde orde, zoals Nibali, Jacob Fuglsang, die gewoon heel veel tijd verliezen. Ja, de manier waarop hij rijdt en zijn topvorm etaleert, is Wilco Kelderman op dit moment de topfavoriet, ja. Ja, en is Almeida, denk jij, dan nog zijn enige concurrent op dit moment? Ja, ik vraag me af of Almeida een concurrent is. Want je zag gisteren al dat hij het moeilijk had. Ik vond nog heel knap hoe hij er aan bleef hangen, hè, lange tijd. Maar ik denk toch dat hij de komende week gaat breken. We hebben het vorig jaar in de Tour gezien met Alaphilippe, die heel lang die gele trui had. En op het moment dat hij echt kapot ging, ook heel veel tijd verloor. En ik denk dat het ook met Almeida zo gaat zijn. Hij is 22 jaar, die jongen. Ja, ik denk niet dat hij dit nog lang gaat volhouden. En dat Wilco, ja, gezien zijn voorsprong op de rest ook, 3 minuten. Ja, precies. Dat hij eigenlijk gewoon de man is. En Almeida zal nog iets proberen misschien, maar ik denk niet dat hij het lang meer volhoudt. Nou ja, de rest van de klassement staat natuurlijk ver achter. Daar hebben ze op nog meer achterstand gereden. Kelderman zei zelf, de laatste week wordt loodzwaar. Ja. Etappe 18 natuurlijk over die Stelvio. Nou ja, wat is het? De 2700 meter is die top daar. En de etappe 20 over de Agnello en dan de Isoar. Ja, dat is een flink weekje voor de boeg. Nou ja, er is eigenlijk nog een etappe op. De 17e etappe is ook een zware bergrit naar Madonna di Campiglio. Dus er zijn nog 3 aankomsten bergop inderdaad. En ja, dat is zo verschrikkelijk zwaar inderdaad. En dan heb je inderdaad 2 van zulke enorme beklimmingen. De Stelvio en de Agnello. Daar gaan slachtoffers vallen. Zeker ook gezien de temperaturen die daar zijn. Het zal tegen het vriespunt ongeveer zijn. En ja, dan is het nog inderdaad de vraag hoe het verder met het weer gaat zijn. Er is zelfs gezegd dat er misschien die 2 beklimmingen uit het parcours gehaald worden vanwege sneeuwval. Ja, want ik wil daar toch al eventjes op doorgaan. Want je zei het al, het weer kan een grote rol gaan spelen. Dit is dus hoe de Stelvio er nu bijvoorbeeld bij ligt. Ja, ik krijg eerder zin om te snowboarden dan om te fietsen, moet ik zeggen. Vind je het wel verantwoord koersen om hier te fietsen? Ja, nou, ik heb begrepen dat de wegen wel vrij zijn. Er is de afgelopen dagen geen sneeuw meer gevallen. En er wordt ook niet echt sneeuwval meer verwacht. Alleen weet je, in de bergen natuurlijk nooit. Kijk, als ze gewoon kunnen fietsen en het is redelijk weer, dan vind ik het wel verantwoord. Ja, kijk, we hebben ergere omstandigheden gezien in de Giro. Met Erik Breukink en Johan van der Velde in het verleden over een Gavia, waar het echt dramatisch was met sneeuwval en gladde wegen. Maar als de wegen gewoon vrij zijn en het is 0 graden of misschien iets onder het vriespunt, je kunt je daarop kleden als renner. En ja, dan is het gewoon verantwoord om die koers door te laten gaan. Maar denk jij dat ze daar zelf dan wel zin in hebben om ja, je zegt al, je kan je er tegen kleden, maar ik kan me voorstellen dat het wel extra zwaar is gewoon. Ja, tuurlijk is het extra zwaar. Maar gisteren was het ook 5 graden bovenop Piancavallo. Dat is ook niet warm. En die renners zijn hartstikke blij dat ze kunnen koersen en dat er een grote ronde georganiseerd wordt. En de omstandigheden, daar heb je mee te maken als renner. En daar moeten ze het mee doen. En ik denk dat ze allemaal toch blij zijn. En Wilco zeker, die heeft er wel zin in. Die zegt ook, ik kan heel goed tegen dat koude weer, dus laat maar komen. Ja, echte Hollander wat dat betreft. Hey, vorige week hadden we een grote testdag in de Giro. Kruiswijk en Matthews toen positief. 2 ploegen gingen naar huis. Nou, toen werd in ieder geval niet gedacht dat Milaan zou worden gehaald. Maar hoe denk jij dat de geluiden nu zijn? Heb jij iets gehoord? Nou, ja, vrijdag is er ook weer een testmoment geweest. En daaruit bleek dat iedereen negatief was. Dus het ziet er eigenlijk wat rooskleuriger uit om Milaan te halen. En de grote baas Mauro Vegni, die zal toch echt alles eraan doen om die Giro tot het einde door te laten gaan. En ja, het is morgen even afwachten hoeveel gevallen er zijn. Ik denk als er een aantal gevallen is,
Ja, dan gaan we gewoon door tot het eind. Kijk, gaan we over 20, 30 gevallen praten, dan wordt het misschien een lastig verhaal. Maar zoals ik het nu inzie, denk ik gewoon dat we toch Milaan gaan halen zondag. Maar is er überhaupt een protocol? Stel dat er dus heel veel besmettingen zijn. Nou ja, het is anders dan in de Tour. Er zijn heel veel dingen anders dan in de Tour. In de Tour was het echt zo van, ja, twee mensen van de ploeg binnen 7 dagen positief. Dan moet die ploeg de Tour verlaten. In de Giro was het natuurlijk met Mitchelton dat er 4 gevallen waren. Die zijn zelf vertrokken. Datzelfde geldt dus ook voor Jumbo-Visma met Kruiswijk die daar een coronageval hadden. Maar in de Giro zijn er niet echt protocollen die zeggen van, als het zo en zo is, dan moet die ploeg de Giro verlaten. Dus het is een beetje op zijn Italiaans. Hè? We zien het wel wat er gaat gebeuren en aan de hand daarvan gaan we handelen. Ja, nou ja, het is toch wel gewoon een beetje afwachten. Hey, ondertussen gaat ook gewoon de dinsdag de Vuelta beginnen. En ik kan me eigenlijk nog steeds niet voorstellen dat die echt van start gaat met corona in Europa en dat het opleidt ook in Spanje. Ja, overal in Europa inderdaad komen er meer gevallen. Ik sprak vorige week Marijn Zeeman van Jumbo-Visma. Die zei van, nou ja, in de Vuelta zijn zulke strikte regels, protocollen. De renners komen en iedereen komt eigenlijk zaterdag aan in die Vuelta, wordt getest. Op het moment dat je negatief bent, word je pas toegelaten tot die bubbel. En ook voor journalisten geldt dat zij 5 dagen van tevoren een negatieve COVID-test moeten hebben. Willen zij toegelaten worden? Dat geldt dus voor iedereen. Dat zijn de strengste regels van welke wielerkoers dan ooit. Na die coronapauze heb ik begrepen. Dus ja, aan de hand daarvan hebben ze toch het gevoel. En Marijn Zeeman zei het ook. Ja, wij hebben het gevoel dat daar gewoon veilig is en dat we kunnen koersen. Ja, nou, grote favoriet daar is natuurlijk Roglic. Dumoulin, die doet ook mee. In de Tour was Dumoulin dan weer echt een knecht voor Roglic. Toen wel Roglic natuurlijk niet. Zijn de verhoudingen nu anders? Het is toch afwachten wat er gaat gebeuren. De eerste paar dagen zitten er al wat lastige ritten in, hè, in die Vuelta. Zondag gaan we gelijk naar aankomstberg op Tourmalet. Maar de derde rit is ook al vrij pittig. Dus we gaan echt zien hoe Dumoulin gaat zijn deze Vuelta. Hij zei zelf van, ja, als ik geen hoogtestage doe, dan weet ik niet of ik voor een klassement kan meedoen. Maar ja, in dit rare jaar, en hij komt natuurlijk net terug van 420 dagen zonder koers, hè, zoals die begon, is het gewoon afwachten hoe hij zich gaat voelen en in welke rol die gaat rijden. Kijk, blijkt dat hij de eerste week gewoon goed doorkomt en zich goed voelt, dan kan hij misschien toch dat klassement gaan rijden. Dus ja, het is met hem een beetje zoeken wat er gaat gebeuren. Ik kan er weinig zinnigs over zeggen, want hij is zelf ook wat vaag over wat hij nou kan en wil. Dus ja, het is echt afwachten die eerste week hoe hij die doorkomt. Komt hij die goed door, dan kunnen we misschien toch verwachten dat hij voor een klassement gaat meedoen. Ja, nou, een andere grote naam, Froome, die doet ook mee. Hebben we nog niet echt heel veel van gezien dit jaar. Kunnen we nog iets van hem verwachten? Ja, nog groter vraagteken is Chris Froome. Hij heeft natuurlijk alle grote rondes al een keer gewonnen. 4 keer de Tour onder andere. Maar het is wat je zegt. Hij heeft dit jaar niet heel veel laten zien. Eigenlijk niks in klassementen waarvan je zegt van, nou ja, dat is echt een graadmeter waar we gaan zien dat hij gaat meestrijden voor de eindzegen. Zijn ploeg Ineos Grenadiers, die zijn natuurlijk in de Tour zijn ze Bernal kwijtgeraakt in het klassement. Hier in de Giro, Geraint Thomas. Dus dit is wel de laatste kans voor die ploeg om een grote ronde te winnen dit jaar. Al moet ik zeggen dat ze hier in de Giro, qua ritten, ze hebben er 5 gewonnen, wel heel goed bezig zijn. Dus, maar ze willen toch die grote ronde winnen. En ja, dan is Froome de man voor hun. Alleen ja, ik kan er niks zinnigs over zeggen of hij nu wel of niet gaat meestrijden. Dat is echt ook afwachten hoe hij de eerste week of anderhalve week door gaat komen. Ja, het is sowieso een wielergekke periode. De Giro, Vuelta die dinsdag van start gaat. En dan hadden we natuurlijk ook nog die Ronde van Vlaanderen. Dat was natuurlijk prachtig hoe dat eindigde, hè? Ja, de wielerfans die komen natuurlijk volledig aan hun trekken nu. En inderdaad, die Ronde van Vlaanderen. Bijzonder dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel natuurlijk met z'n tweeën in die finale zitten. Een droomfinale heb je dan. Hè? En dan ook nog zo'n sprint. Ja, het is fantastisch. En dan Kelderman op die dag die 15 seconden van het roze komt. En de komende week inderdaad de Giro kan gaan winnen. De enige die dat ooit heeft gedaan voor Nederland is Tom Dumoulin in 2017. Ja, dus een hele bijzondere week komt er nu ook weer aan inderdaad. Met ook een Vuelta waarin we misschien wel Nederland succes gaan krijgen. Dus voorlopig kan de wielerfan zijn hart op. Nou, heerlijk. We gaan het weer in de gaten houden. Hans Ruggenberg, dankjewel.